Hier, op het braakliggend terrein, gelegen aan de Helperwestsingel en het Helperdiep, is een plan voor het realiseren van 17 grondgebonden woningen en 26 appartementen. Het plan heeft de naam Helperkade gekregen. Het Helperdiep wordt met de bouw van Helperkade toegankelijk gemaakt door het aanleggen van een wandelboulevard langs het water. De wandelboulevard loopt door langs het kermisexploitantenterrein tot aan het pad langs de technische school en de sportvelden. Er komen 43 woningen, waarvan 26 appartementen en 17 gezinswoningen. Op een hele mooie plek aan het water, tussen Helperkade en Helperwestsingel, aan het Helperdiepje. En het mooie is ook dat het niet alleen maar huizen komen, maar er komt ook heel veel aandacht besteed aan groen en ecologie. Dat betekent dat er meer bomen teruggaan dan er verdwijnen. Wat ik al zei, aandacht aan de ecologische waarde, mooie groene omgeving wordt het. Ik vind het eigenlijk een heel mooi plan. Nog dit jaar moet de eerste schep de grond in. Het past binnen het bestemmingsplan, dus het wordt. Ik hoop dat de ontwikkelaar in het loop van dit jaar kan beginnen. Wat ook mooi is, denk ik, dat wij echt hier een scherpe keuze maken voor groen en voor minder parkeren. Hè, dat zie je ook terug in het plan. Dus ik denk dat het eigenlijk in alle, ook al is het maar op zich een bescheiden plan, maar dat het tegelijkertijd een aantal mensen heel blij kan maken die er kunnen gaan wonen. Maar dat het ook heel goed past bij de ambities die wij als coalitie hebben. Het terrein kent een rijke historie. Vroeger zaten hier bedrijven met aan de achterkant het Helperdiep. Ik vind het een chic buurtje en ook een heel gemengd buurtje. Het mooie vind ik, je hebt deze woning, je hebt inderdaad duurdere woning, je hebt ook sociale huurwoningen in de buurt. Je hebt het kermis-exploitantenterrein daarnaast. Kortom, het is eigenlijk een hele inclusieve, gemengde buurt. En dat vind ik eigenlijk wel heel goed passen bij de stad die wij zijn.